Hallo, Ajax-fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax-nieuws. Liverpool staat op het punt om een gedurfde stap te zetten. De club, altijd op zoek naar versterking en toekomstvisie, heeft zijn ogen laten vallen op de veelbelovende Joral Hato. Volgens berichten van woensdag op de website Rousing de Kop. Ondersteund door de inzichten van journalist Grame Bailey, is Liverpool vastberaden om deze jonge Nederlandse talenten te verwelkomen in hun gelederen. De interesse gaat verder dan oppervlakkige observaties, Liverpool heeft niemand minder dan Virgil van Dijk en coach Arne Slot geraadpleegd om waardevolle inzichten over Hato te verkrijgen. Dit getuigt van een doordacht plan, zorgvuldig uitgevoerd door de Engelse grootmacht. Hato, een linksback met slechts 18 lentes, heeft alles in zich om de rol van centrale verdediger te omarmen. Liverpool ziet in hem niet alleen een versterking voor het heden, maar vooral een speler die de defensieve lijn van de club in de toekomst zal versterken. Zijn veelzijdigheid en lange termijn potentieel maken hem tot een zeldzaam juweel dat vele rollen binnen het veld aan kan. Het vooruitzicht dat Hato in de zomer van 2025 de stap naar aanvield zou kunnen zetten, verhoogt de verwachtingen. Liverpool geeft hiermee een krachtig signaal af. Ze bouwen aan een verdediging die zowel flexibel als jong is, een fundament voor langdurig succes. Maar Liverpool is niet de enige gegadigde. Ook Arsenal, een andere reus binnen de Premier League, heeft zijn interesse in Hato al eerder getoond. De strijd om het aantrekken van dit defensieve talent kan hevig worden, met meerdere topclubs die vechten om de handtekening van deze opkomende ster. Een transfer naar een van deze Engelse topclubs zou Hato niet alleen de kans bieden om in een prestigieuze competitie te spelen, maar ook om zijn vaardigheden te ontwikkelen in een omgeving die hem technisch en tactisch zal verrijken. In Italië gebeurt er ook iets spannends. Kenneth Taylor, middenvelder van Ajax, heeft de aandacht van Napoli getrokken. Vanaf het begin van het seizoen is hij onder een vergrootglas gelegd door de scouts van de Italiaanse club. Het gerespecteerde La Gazzetta dello sport bevestigt het serieuze interesse van Napoli, onder leiding van Aurelio de Laurentiis. Taylor met zijn technische finesse en aantrekkelijke financiële voorwaarden, paast perfect in het plaatje van Napoli. Zijn waarde van ongeveer 20 miljoen euro is bovendien haalbaar, waardoor hij steeds aantrekkelijker wordt voor de Italiaanse club. De rapporten over Taylor zijn enthousiast en benadrukken zijn vaardigheid om kansen te creëren en zijn indrukwekkende spelinzicht. Hoewel hij zich momenteel richt op zijn prestaties bij Ajax, blijft de Serie A een bijzondere aantrekkingskracht hebben op Nederlandse spelers. De competitie biedt niet alleen een uitdagende speelomgeving, maar ook een rijk cultureel decor dat hen helpt groeien. Voor Taylor zou een transfer naar Italië een bepalend moment in zijn carrière kunnen betekenen, waarin hij zich verder ontwikkelt binnen een meer tactische en strategische voetbalstijl, typerend voor de Italiaanse competitie. De interesse van Liverpool en Napoli toont een scherp oog voor opkomend talent. Beide clubs bereiden zich zorgvuldig voor op een veelbelovende toekomst waarin ze bouwen aan een sterk, Veelzijdig en jong team, de basis voor een nieuw tijdperk in het Europese voetbal. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. In een onverwachte wending in de transfermarkt heeft Teun Koopmijners, de talentvolle Nederlandse middenvelder die momenteel bij Juventus speelt. Zijn wens uitgesproken om ooit terug te keren naar de Nederlandse velden, specifiek naar Ajax. Deze uitspraak komt op een moment dat Ajax actief op zoek is naar versterkingen om hun middenveld te consolideren. Ajax heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad, zei Koopmeiners in een recent interview, wat de speculaties over zijn terugkeer alleen maar heeft versterkt. Koopmeiners, die zijn professionele carrière begon bij AZ Alkmaar en Nederland vertegenwoordigde op verschillende jeugdniveaus. Heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een prominente figuur in het Europese voetbal. Zijn recente overstap naar Juventus voor een aanzienlijke som heeft aangetoond hoe gewild hij is, maar de middenvelder lijkt zijn wortels niet te vergeten. Het Nederlandse voetbal heeft mij gevormd, en Ajax vertegenwoordigt het beste van wat ons voetbal te bieden heeft, voegde hij eraan toe. De interesse van Ajax in koopmijners is niet nieuw. Tijdens zijn tijd bij AZ had hij al indruk gemaakt op de scouts van de club uit Amsterdam. Vooral na zijn cruciale rol in de wedstrijden tegen grote teams, waaronder Ajax zelf. Zijn vermogen om zowel defensieve stabiliteit te bieden als aanvallend bij te dragen, maakt hem een ideale kandidaat voor de speelstijl van de club. Technisch directeur van Ajax, die de ambitie heeft uitgesproken om Ajax zowel nationaal als internationaal naar hogere hoogte te stuwen, ziet in Koopmeiners een mogelijke sleutelspeler. We zijn altijd op zoek naar spelers die technisch vaardig zijn en die de mentaliteit hebben die paast bij Ajax. Teun paast perfect in dat plaatje, verklaarde hij. Teun Koopmeiners staat bekend om zijn uitzonderlijke tactische intelligentie en veelzijdigheid op het middenveld, eigenschappen die hem een aanwinst voor elke topclub zouden maken. Zijn speelstijl kenmerkt zich door een scherp inzicht in het lezen van het spel, uitstekend balbezit en een vermogen om zowel verdedigende taken als aanvallende impulsen te balanceren. Bij Juventus heeft hij laten zien dat hij zowel als een verdedigende middenvelder als in een meer aanvallende rol kan spelen, wat hem perfect maakt voor het dynamische en aanvallende voetbal dat Ajax onder Francesco Farioli nastreeft. Persoonlijkheid is een ander sterk punt van Koopmeijers. Hij wordt gezien als een natuurlijke leider op het veld, iets wat hij gedurende zijn tijd bij AZ en later in Italië heeft ontwikkeld. Zijn leiderschapskwaliteiten zouden bijzonder waardevol zijn voor een relatief jong Ajax team dat op zoek is naar ervaren krachten om de jongere spelers te begeleiden. Koopmeiners is niet alleen een modelprof op het veld, maar staat ook bekend om zijn professionele houding buiten het veld, wat hem een voorbeeld maakt voor jonge spelers. In het systeem van Farioli zou Koopmeiners een cruciale rol kunnen spelen door de brug te slaan tussen verdediging en aanval. Met zijn nauwkeurige passes en vermogen om het spel van achteren op te bouwen. Kan hij de snelle technische spelers van Ajax in stelling brengen? Zijn ervaring in internationale competities brengt ook een strategische diepte, waardoor Ajax niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europese competities sterker kan staan. Ten slotte zou de terugkeer van Koopmeiners naar de eredivisie met Ajax een motivatieboost kunnen zijn voor het hele team. Zijn aanwezigheid zou niet alleen de kwaliteit op het middenveld verhogen, maar ook een signaal afgeven over de ambities van de club. Ajax streeft ernaar om zowel nationaal als internationaal te concurreren, en het aantrekken van een speler van Koopmeiners kaliber zou een duidelijk teken zijn van deze intenties. Met zijn spel, persoonlijkheid en ervaring zou Teun Koopmeiners ongetwijfeld een sleutelfiguur kunnen zijn in de jacht op toekomstige successen. Terwijl de transferperiode vordert, blijven de ogen gericht op Koopmeiners en de mogelijkheid van een sensationele terugkeer naar Nederland. Fans van Ajax hopen dat deze transfergeruchten werkelijkheid zullen worden. Waardoor de club niet alleen versterkt wordt, maar ook een verloren zoon terugkeert naar huis. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.